Hello, my name is Joe en welkom bij een nieuwe Ubisoft walkthrough. Welkom op het slagveld allemaal van het reeds veel besproken brawling game van Ubisoft, genaamd For Honor. We hebben vorig jaar de Closed Alpha onder de loep genomen. We hebben begin dit jaar de Closed Beta voor jullie gespeeld. En we hebben zelfs de Open Beta nog eens uitvoerig getest. En ik denk dat we daarmee dan ook volledig voorbereid zijn op de full game die nu eindelijk ook uit is van For Honor zelf. Nu, For Honor is geen fighting game puur zoals we die zouden kennen, zoals in Dead or Alive of Street Fighter enzovoort. Het is eigenlijk een volledig nieuw type spel dat van bepaalde genres leent en een volledig nieuwe ervaring op dat vlak dan biedt met het Art of Battle systeem zoals jullie zien, waarbij je een stance inneemt en dan via bepaalde combo's en juiste dodges natuurlijk een racem supercoole moves uit je mouw kan schudden. En zo de tegenstander bijna letterlijk een kopje kleiner kan maken. Nu, vorige keren hebben we de multiplayer uitvoerig getest. Deze keer zit er ook een singleplayer in. Die multiplayer gaan we zeker straks nog eens aan jullie tonen en demonstreren. Om te tonen hoe die precies werkt. Moest je de vorige Ubisoft walkthroughs gemist hebben. Maar er zit dus, zoals ik heb gezegd, deze keer ook een singleplayer in. Waarbij de drie factions in de game, dat zijn dus de samurai, de vikingen en de ridders, tegen elkaar worden opgezet door een krijgsheer, of in dit geval een krijgsdame, zeg maar, genaamd Apollyon, die erop uit is om dus de drie facties tegen elkaar te laten vechten en hen te doen herinneren wat ze zijn in essentie. En dat zijn natuurlijk dat de mens in principe een gewelddadig wezen is en zij wil dus oorlog ontketenen. Op die manier eigenlijk wordt de singleplayer gebruikt als een prequel, waarmee men zeg maar plotwise de multiplayer opstelt. Dus jullie zien hier eigenlijk hoe de strijd begint, zeg maar. En dan bedoel ik natuurlijk niet hier letterlijk in dit level, maar dan heb ik het over het verhaal in het algemeen. Dus de mechanics van de multiplayer zitten natuurlijk zeker ook vast en zeker in de singleplayer. Maar de singleplayer heeft een paar bedoelingen. Niet alleen om je bekend te maken ook met het combat systeem, maar het dient ook als een showcasing voor de 12 helden die in de game zitten. Nu spelen we met een van die helden. Dit is, dacht ik, de Valkyrie van de Vikingen. Want wat je hier ziet, is hoe de Vikingen de samurai aanvallen. Het is bijna letterlijk een soort van primitieve Omaha Beach, zeg maar. Of Utah Beach. Het primitieve Normandië. Heel belangrijk wel natuurlijk is dat de singleplayer ook een heel cinematografisch rijke ervaring biedt. Die je niet in de multiplayer vindt. Dus er gebeuren ook zeer unieke dingen in. Die bijvoorbeeld niet in de multiplayer plaatsvinden. Zoals dit stuk. Waarbij we gaan naar boven abseilen. Kijk, dan moeten we hier dus allerlei obstakels ontwijken. En zo naar boven klimmen. We gaan hier wel die pijlen recht op ons dak krijgen. Niks aan te doen. Terwijl klimmen wij rustig naar boven. Om dan boven gewoon onze moordtocht tegen de samurai verder te zetten. Nu, heel belangrijk. In de singleplayer zit er ook een co-op. Dus je kan perfect met twee mensen de hele game zo uitspelen. De singleplayer. De multiplayer natuurlijk kan je sowieso met meerdere mensen spelen. En je vindt ook in de singleplayer niet alleen feats, zoals je hier ziet. Bepaalde bonussen die je kan gebruiken tegen de tegenstander. Maar je kan hier ook breakables vinden die alleen, niet alleen scavenger crates geven voor in de multiplayer om nieuwe gear te unlocken. Daar hebben we het straks over. En ook emblemen om je eigen eigen wapenschild te ontwikkelen. Kijk, en hier zie je ook meteen wat er allemaal zo mogelijk is in For Honor. Hè. Je kan iemand executeren gewoon via moves, of je kan ze gewoon gooien in obstakels, zoals in die pinnen hier. En dat toont meteen wat er zo allemaal mogelijk is, ook in de multiplayer. Dat is dus allemaal perfect mogelijk. Let ook zeker ook op het decor. Het is allemaal, kijk, heel cinematografisch mooi in beeld gebracht. Vuur overal, stukken balkonnen, hout die gewoon afbreken. En je ziet ook een paar van de heroes al, waarmee je zeker en vast zal kennis maken in de multiplayer. Nu, wat er wel ontbreekt in de singleplayer en waar de multiplayer zeer gekend voor is intussen, is de customization. Je kan zeer veel dingen zelf aanpassen en je eigen krijgers uitbouwen om niet alleen te spelen zoals je wil, maar ook eruit te zien zoals je wil. Dat is in de singleplayer niet mogelijk, maar natuurlijk in de multiplayer wel. En nadat we hier nu kort die multiplayer en die papzak in die spikes hebben geduwd, stel ik voor dat we even de customization zeker onder de loep nemen. Dus tot zo dadelijk. Hier zijn we dan bij de 12 helden die het spel rijk is. Van links naar rechts in een mooie kolom hebben we de Vanguards, dan de Heavies, als derde de Assassins en als laatste de Hybrids. De Vanguards worden gratis vrijgegeven, al de rest koop je vrij met 500 steel.
wat eigenlijk zeer snel verdiend is als je de tutorial missies gewoon speelt. Als voorbeeld, voor die customization options nemen we de Peacekeeper, mijn favoriet. Feats zijn een aanpassing op vlak van gameplay. Als je daar van alles gaat aanpassen, ga je dus bonussen krijgen op het slagveld zelf. Executions zijn natuurlijk een visueel aspect, het ene meer brutaler dan het andere, waarvan er twee natuurlijk standaard gratis zijn en de andere koop je ook vrij met steel die je in-game verdient of kan kopen. Free roam combat emotes geven een verschillend visueel effectje ook, om de tegenstander te imponeren. To impress. En natuurlijk ook een paar visuele effectjes nog, afhankelijk van of je een executie of een emote uitvoert, sorry. Of als je aan het idelen bent. Maar natuurlijk is er visueel veel anders nog aan te passen. In de meeste gevallen kan je het geslacht veranderen, in het geval van de Peacekeeper niet. Voor de rest kan je het pak eigenlijk aanpassen op allerlei vlakken door een verschillend patroon erop te steken en zelfs een verschillend symbool, waarvan er veel ook via Ubisoft Club te unlocken zijn. Zoals van games die je dus hebt gespeeld van hen. Daarnaast zijn er ook een aantal ornaments om je hoofd mee te versieren, materiaal, zelfs de usage kan je aanpassen. Linkerschouder, rechterschouder, opnieuw verschillend patroon. Engravings, om dus iets te engraveren, zeg maar. Dat kan dus op de rechterschouder ook. Hetzelfde principe eigenlijk, standards, legs ook. En natuurlijk kan je ook verschillende kleurenschema's toepassen op je warrior in kwestie. En afhankelijk van wat neutral, attacker of defender is. Hè? Neutral in draw en, brawl en duel en attack en defender in de andere modi kan je dus allerlei verschillende visuele effecten creëren om dus je eigen unieke held zo uit te bouwen. Heel belangrijk ook is dat je ook outfits hebt die standaard meteen een volledig unieke customization voor jou geven. Je ziet dat je die unlockt, soms door te levelen, soms door gewoon steel uit te geven. Sorry. Wat ook heel belangrijk is, is dat je dus allerlei gear verdient op het slagveld na elke match. En afhankelijk van wat je precies equipt, kan je een eigen speelstijl ontwikkelen. Je ziet bijvoorbeeld hier bij de dolk, throw distance, mijn blade, mijn attack is momenteel hoog. En afhankelijk van wat je equipt, ga je ook een andere visuele stijl voor je wapens en armor hebben. Maar ook dus boosts geven aan bepaalde dingen. En zo dus een volledig eigen speelstijl ontwerpen. Zo simpel is het. Nu, we hebben heel kort die customization overlopen van de assassin van deze Peacekeeper. Het lijkt mij denk ik van toepassing dat we nu zeker en vast de multiplayer eens onder handen gaan nemen. En dat alles in actie tonen. Dus tot zo dadelijk. Ten slotte gaan we nog even duiken in de multiplayer van For Honor. En dat is dan vrij letterlijk erin duiken zoals je ziet. Met 4 tegen 4 deze keer. We hebben in de alpha en de beta hebben Dual Brawl en Dominion getoond. Hier gaan we nu een andere mode tonen en dat is Elimination. Waar 4 spelers tegen 4 spelers, elk 1 tegen 1 worden gepit in een map. En aan de hand van bonussen en samenwerking proberen dus van het ene team sneller uit te roeien dan het andere. En met het ene team bedoel ik natuurlijk het tegenovergestelde team. Natuurlijk, het is de bedoeling om de vijanden uit te schakelen. Nu, we gaan nog even kort misschien het weer overlopen. Hoe werkt het systeem precies van For Honor? Je lockt. Je kan 3 stances innemen, boven, linksonder of rechtsonder. En afhankelijk van welke richting je kiest, kan je dus, oftewel dodgen, uithalen, blokkeren, pareren enzovoort. En zo is er dus een volledig systeem waarmee je de vijand letterlijk een kopje kleiner kan maken. Zoals je hier hebt gezien. Want de papzak kreeg de Sunday Roast op zijn deksel. We zijn redelijk goed bezig. Nu zie je meteen ook de Peacekeeper in actie. Dat is mijn favoriet. Ik raad zeker aan om met alle personages goed te oefenen, want zoals bij Rainbow Six hangt elk personage een beetje af van je speelstijl en waar je het beste bij voelt. En bij mij is dat volledig deze assassin, de Peacekeeper, my girl. Voilà, we hebben meteen 2 van de 4 er al uitgeschakeld. Er is een derde ook al dood. Zelfs iemand gerevived. Het is een mix, hè. Je ziet rechtsboven dat we met AI-spelers zitten en met echte spelers, afhankelijk van natuurlijk. Als er iemand wegvalt, wordt hij dus gewoon meteen vervangen door een AI-speler. Kan perfect, is ook geen probleem, want de AI in de multiplayer is best pikant. Hij is van een pittig niveau, dus je moet er zeker niet voor vrezen om heel snel eigenlijk zo steel te kunnen boosten, want dat zal niet het geval zijn. De bots weten zeker en vast hoe het systeem ook werkt. Momenteel proberen we die vijand hierin te maken. Hij is in revenge mode even gegaan. Een mode die een boostje geeft. Als je te veel wordt aangevallen of goed verdedigd, dan kan je dus een klein boostje krijgen. Kijk, dan krijgen we het weer. Wordt zijn levensbalk even aangevuld.
ga maar niet dood deze kerel, hè. We blijven gaan. Straks ga ik ook meteen zien hoe, daar gaan we, hoe spannend het kan worden in zo'n 4 versus 4 en hoe dat iedereen dan begint te routen, zeg maar. Ziezo, daar gaan we. Nog iemand vervangen? Kijk, een bot die meteen wordt ingevuld door een menselijke speler. Ronde 2. Hopelijk wordt deze ook even spannend. Tum. Je ziet ook meteen wat het verschil is. Hè. Een logger personage is misschien niet even snel als mijn peacekeeper, maar heeft wel aanvallen die meteen 1/3 van de levensbalk kunnen wegbijten. Dus op die manier is er wel een goede balans tussen alle personages, vind ik. En dat is toch wel best belangrijk, want de peacekeeper is een van de... in mijn geval een van de krachtigste personages die er is. Maar ze zijn allemaal normaal gezien even dodelijk, zolang je er goed mee overweg kan. Daar gaan we weer, Bloodthirsty. Weer die Sunday Roast. Ja, ik steek hem graag in actie. Linksonder zie je meteen ook hoe beter je het doet in de multiplayer. Hoe dat die verschillende feats zich unlocken. Weet je nog? De feats van daarstraks. Die komen dan allemaal, dus die worden unlocked. En dan kan je dus oftewel passive abilities, passieve vaardigheden. Of ja, actieve bonussen activeren. En je ziet het, hier, ik pak hier ook een paar extra bonussen op. Ik heb hier nu eens gepakt dat mijn attack eigenlijk verhoogt. Iets dat alleen maar gebeurt in een paar modi. Dat is niet bijvoorbeeld mogelijk in Duel of Brawl, maar in Elimination dus wel. Dit is de Berserker die in actie ziet, een van de Viking-helden. Twee Peacekeepers tegen één Berserker. En de Berserker is misschien iets trager, maar kan dus ook zeer dodelijk zijn. Ja, het kan echt... één foute beweging kan het tij doen keren op het slagveld. Unstoppable. Het is 2 versus 1. Het ziet er goed uit voor ons. Ik stel voor dat we hier iets minder uitleg geven en jullie iets meer ook laten genieten van de spanning die er te snijden is in het slagveld. Want For Honor, oeh, dat is een van die samurai-helden. Het is 1 versus 1. Kijk, nu wordt het dus spannend. 1 versus 1, want alles hangt dus af van dit gevecht. Wie er gaat winnen. Ik zou in principe kunnen die andere peacekeeper healen, maar dat gaat niet. Het is veel te moeilijk. Die samurai zou mij meteen in de pan hakken. Bring it. Kijk, dat was even een emote in actie om maar even een beetje flair toe te voegen aan het slagveld. Het is spannend, hè. Alles kan keren door één foute beweging. Oef. Geblokt. Sideways. Oef. We komen stilaan terug. Dodge. Steek. Bleeding. Stab. Oh. Dodge. En nu afmaken. Yes. Legendary. Perfect. Spannend. Ik vind het alleszins spannend. Het is op die manier kan alles eigenlijk... ja, kan je zulke coole scenario's ook hebben. Het is ook perfect mogelijk om tegenstanders te gooien van een decor. Of om ze in van die pinnen te gooien zoals je in de singleplayer hebt gezien. In spikes of in fire traps. Dat zijn niet bepaald honorable kills. Maar ja, eigenlijk moet je het natuurlijk op de eervolle manier doen door ze gewoon te kloppen met skill. Zoals je hier met Assassin ziet. Goed, we gaan even tonen wat er gebeurt op het einde nog van zo'n een rondje multiplayer. Want het is heel belangrijk dat je ook iets doet met al die punten die je vergaard hebt bij het verslaan van vijanden en het halen van objectives. Dat gaan we zo dadelijk tonen. We zijn iets verder in onze match. We staan op het punt om het te beëindigen met 3-0. En dat is een zeer goede zaak, want dan gaan jullie dus meteen ook zien wat er daarna nog gebeurt met de war assets die je hebt verdiend. Ziezo, victory. Onze teammate gaan we healen. We hebben goed gespeeld. Een heel goed rondje eigenlijk gespeeld, zeg maar. Kijk eens, met 9-0 hebben we gewonnen. Zoveel hebben we verdiend. Je kan dan nog een match raten ook. 5 sterren deze keer, omdat ik heel tevreden ben van mijn prestatie. Ziezo, we krijgen nu ook wat gear. Dat kunnen we oftewel dismantelen of dan dus oftewel equippen. Afhankelijk van of die stats ons aanstaan of niet. Level 14 ook meteen, dan unlockt er weer een nieuw paint pattern. Dat zie je nu allemaal perfect in actie om te zien dus hoe al die customization options unlocken. En dan, je doet iets met die war assets, want er is natuurlijk een eeuwig evoluerend slagveld in de multiplayer van For Honor. Zoals je ziet hebben we linksonder de ridders. We gaan misschien ook nog snel even op een nieuwe map stemmen. Ziezo. Linksonder zijn de ridders, rechtsonder de samurai en boven de vikingen. En zoals je ziet verschuiven de grenzen elk 6 uur.
En afhankelijk van hoe goed elke factie het doet, gaat de ene factie meer terrein winnen en de andere factie terrein verliezen. En op het einde van bepaalde rondes gaat dus gear uitgedeeld worden aan de groep die het meeste terrein heeft veroverd. Zo simpel is het. Als je geen terrein kiest, dan worden al je war assets evenredig verspreid over alle gebieden. Maar ik heb nu een specifiek gebied gepakt, want ik wil dat van die vikingen echt afpakken. De vikingen, die schurken. Onze Ubisoft walkthrough afsluiten doen we met een potje skirmish, waar het de bedoeling is om elkaar opnieuw vakkundig 4 versus 4 in de pan te hakken, om dan hopelijk het slagveld triomfantelijk te kunnen verlaten. We hebben het er nog niet over gehad, maar er is ook een seizoenspas inbegrepen. En wat er precies in die seizoenspas in zit, zijn nieuwe helden die op het einde van elk seizoen worden vrijgegeven. Dat is dan 3 maandelijks of 4 maandelijks, denk ik. Net zoals bij Rainbow Six Siege. Dus je krijgt nieuwe heroes om mee te spelen. Ze krijgen elk een elite outfit via die seizoenspas. Er zit ook een exclusive Sunbeam emote effect in begrepen. Je hebt dat even kort gezien toen we die customization options overliepen. Of aan het overlopen waren. 30 dagen championship status inbegrepen, waarmee je extra XP verdient en nieuwe loot, nieuwe gear, meer gear dan voornamelijk ook. 3 scavenger crates om meteen nieuwe gear te kunnen bemachtigen, om dus zo hopelijk iets sterker te worden. En dan natuurlijk ook een exclusive emblem outline, dus veel customization eigenlijk die inbegrepen zit. Veel visuele extraatjes, maar ook zeker nieuwe gameplay extra's. En op dat vlak wil ik ook nog even kort zeggen dat ook alle maps en modi, de nieuwe dan, nieuwe DLC maps en modi, gaan helemaal gratis zijn. Die gaan voor geen extra kost beschikbaar zijn voor alle spelers, je gaat er niks voor moeten betalen. Maar eigenlijk is in principe, net zoals in Rainbow Six Siege, ver alles gratis in For Honor ook. Het kost gewoon een aardige hoop steel. En ja, dat verdien je voornamelijk door gewoon de game veel te spelen, en dat zal zeker geen probleem zijn, lijkt mij. Want For Honor biedt een volledig nieuw type game dat niet alleen vrij fascinerend is om naar te kijken, maar ook zeker en vast zeer goed speelt als je eenmaal je held hebt gevonden waar je het beste mee overweg kan. Dus dat is mijn laatste tip die ik meegeef aan iedereen. Moest je meteen niet het goed doen op het slagveld of je wordt enorm ingemaakt met een bepaalde held, blijf proberen, oefen de combo's vooral, oefen de vele moves. Het is heel belangrijk dat je natuurlijk die goed onder de knie hebt. En probeer zeker verschillende helden uit, want er is eentje die sowieso het meest bij jouw eigen speelstijl zal aanleunen en waarmee je dan hopelijk triomfantelijk opnieuw het slagveld van For Honor kan betreden en ook dus verlaten. En daarmee gaan wij afsluiten onze Ubisoft walkthrough van For Honor intussen uit, sinds Valentijnsdag 14 februari, om elkaar lieftallig de kop in te slaan. Voor meer informatie omtrent For Honor en alle opkomende Ubisoft-titels, terwijl mijn stem het stilaan begint te begeven, 1 adres maar, dat is het Ubisoft-kanaal of hun sociale media, waar je sowieso op de hoogte wordt gehouden van alle toekomstige content en alle nieuwe games in de toekomst. En dan zie ik jullie hopelijk oftewel op het slagveld terug van For Honor, en zo niet, hopelijk in een volgende Ubisoft walkthrough. Bye bye! Oh.